Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vrij veel bewolking boven ons land. Voor zon is vandaag weinig ruimte. En uit de bewolking vallen ook van tijd tot tijd wat buien. Hier en daar dus wat neerslag, maar er zijn ook wat drogere momenten. Misschien dat er in de kustgebieden zelfs wel een keer wat onweerbuienbui voorkomt. Vanochtend temperaturen rond de graad of 7. Vanmiddag loopt het kwik verder op. wordt het de graad of 7 in het noorden. En 10 zelfs in het zuidwesten van het land. De wind is matig tot vrij krachtig boven land. En in de kuststrook af en toe zelfs krachtig windkracht 6. Het blijft wat buiig en ook vanavond valt er neerslag. Het is zeker niet droog. De neerslagkansen nemen in de later in de middag en avond zelfs wat toe. En in de nacht wordt het dan langzaamaan weer eventjes wat droger. Gevolgd door een nieuwe storing. Morgenochtend veel regen, vooral in de zuidelijke helft van het land. Later wordt het droger, met in het zuiden misschien zelfs wat zonneschijn. En dan 12 of 13 graden op de thermometers. In het noorden 9 tot 11 graden. En de wind blijft stevig doorwaaien, ook op zaterdag. En zaterdag is het ook een wisselvallige dag. Zondag nog flink wat regen. Weer vooral in de zuidelijke helft van het land. En maandag trekt dat dan langzaam weg, begint het wat op te knappen. Maar het blijft voorlopig vrijwel bewolkt met temperaturen rond 10 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.